Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe video. En zoals je weet, ik ben live fan van Forza Horizon 5. En we doen dan ook regelmatig multiplayer avondjes. Dat doen we vanavond ook weer. Dus heb je zin om mee te doen. Het is crossplay, Xbox, PC. En terwijl ik deze aan het installeren was, zag ik ineens, er is nieuwe content. Rally Adventure. Ik heb geen idee wat het is. Ik heb geen idee hoe lang het al uit is. Maar iedere Forza content is altijd een goede reden om opnieuw in de game te duiken. We hebben natuurlijk de Hot Wheels DLC gehad, die was ook super vet. En ik ben heel benieuwd wat deze rally-uitbreiding gaat brengen. Wat ik al zei, ik heb geen idee hoe lang deze uit is. Ga checken, maar de intro's van Forza zijn meestal echt ontzettend over de top. En ik ben heel benieuwd wat deze uitbreiding gaat brengen. We gaan checken. Offroad dus. Rally. En daar horen natuurlijk vette jumps bij. Dus heb je zin om vanavond mee te doen? Xbox, PC, iedereen is welkom. Twitch.tv/KoosGK. En join uiteraard op onze Discord. Daar delen we de voice chat. En daar spreken we ook regelmatig af om tegen elkaar te gamen. Zoals je ziet, ik speel vandaag Forza Horizon op de PC. In Overwide. Het ziet er gewoon fenomenaal uit. De game zag er natuurlijk al prachtig uit. Maar dit is nog wel even een stapje verder. De game heeft overigens ook echt hele goede ondersteuning vanuit Playground Studios. Want, wat wil nou? De game heeft een update gekregen. Technisch gezien ook. DLSS wordt nu ondersteund. FSR wordt ondersteund. Volgens mij zelfs 2.1. Intel's XESS wordt ondersteund. Nou, hoe niche wil je het hebben? Natuurlijk allemaal AI-upscaling techniques. En ik speel nu met de Xbox Series X quality settings. Maar haal gemiddeld zo'n framerate van 100 tot 120 fps. Die had ik niet meer aan. Dat is zonde. Ik zat niet op te letten waar ik naartoe moest. Maar we krijgen vast wel nergens. Probeer goed netjes te rijden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Rally games zijn natuurlijk wel heel vet te spelen. Al moet ik zeggen, ik ben meer fan van de arcade rally games. Vroeger op de Xbox, ik weet niet of je het nog kent. Ontzettend veel Rally Sport Challenge gespeeld. Ik heb ook natuurlijk ook de wat oudere Colin McRae games gespeeld. Dirt games gespeeld. Onlangs Dirt 5 volgens mij. Toffe games, maar voor mij bij Forza Horizon toch het beste allemaal samen te brengen. Die hebben we gemist. Rewind functie. Voelt toch altijd een beetje als cheaten. Is er natuurlijk ook. Kijk of we dit nog kunnen corrigeren. Ja, zeker. Sterker nog, je kan de rewind functie dus ook online gebruiken. Ik kan het je niet aanraden, want iedereen rijdt gewoon door en jij gaat echt in slow motion achteruit. Dus meestal kan je van het beste reset effect doen, dus gewoon zelf terugrijden. Ik heb geen idee hoe groot deze uitbreiding is. De Hot Wheels DLC die was toch aardig groot, kon je flink wat uurtjes instoppen. Wellicht dat dat in dit geval ook zo gaat zijn. Ik weet het niet, ik ga het onderzoeken. Want ik ben deze game. Nou, 100% wil ik niet zeggen, want er valt zo ontzettend veel te doen in Forza. Maar ik ben toch wel heel erg veel van de open world stuff aan het doen. Sowieso van de basisgame heb ik vrijwel alle races gedaan. Volgens mij heb ik alle races gedaan. Bijna alle wegen ontdekt. Wat nog best wel een dagtaak was. Maar het is me gelukt. Nu staan de XP-bordjes in mijn vizier. Daar valt zo ontzettend veel te doen. Door naar de volgende. Rally Adventure, jongens. Forza Horizon 5 Rally Adventure. So it doesn't have to get too competitive. Good, because then you'd both be in trouble. Check mijn Tommy Vercetti cosplay hier in de wereld van Forza Horizon. start things off nice and easy. We know the best, most technical racing is nieuw gebied dus. Laten we gelijk een race erbij pakken. We zitten nu in de open world. En ik zie hier gelijk links er al eentje. En die gaan we doen. Devil's Pass, Apex Predators. Here we go. 3, 2, 1, go! Het is dus echt een rally-event. We rijden niet met andere gasten. Wellicht dat ze nog voor ons rijden in een natuurlijk soort van time trial. De game vraagt je ook van, weet je, wil je rallylijnen aan hebben? Want rallylijnen, je gebruikt natuurlijk ook vaker je handrem. Je moet bochten anders aansnijden, veel driften. En dat zijn andere racelijnen dan dat je mogelijk gewend bent. Kijk, hier gebruik je al de handrem. Niet heel erg snel als ik heel even mag zijn. Nee. Dat gaat me tijd kosten. Dat gaat me absoluut tijd kosten. Making good time, but that doesn't mean you can slow down. Stop. Hard right. Medium left. Then medium right. Nee, niet om te gebruiken, doen we dan ook niet. Het scheelt gewoon enorm veel tijd, vooral op asfalt. Onto bridge. Wat een graphics jongens. Followed by medium left. Easy left, then easy right. Hairpin left. Easy left. Into medium right. Echt de barrières ten alle tijden voorkomen. Krijgt ook altijd toch wel een goede speed penalty. Wanneer je die raakt. Dat was ook een handremmetje. Ik weet dus niet of deze DLC gratis is. Ik vermoed van niet. Want de Hot Wheels DLC was niet gratis. Dus je kan de game spelen via Xbox Game Pass. Maar daar zat de uitbreiding niet bij. En ik vermoed dat het dit keer ook niet het geval gaat zijn. Ik heb toevallig de Ultimate Bundle van Forza. Waarbij je dus uiteindelijk alle DLC krijgt zodra die uitkomt. Is natuurlijk ook het businessmodel van Game Pass. Je duikt in de game voor een relatief laag bedrag. En voor de rest probeert ze dat terug te verdienen met uitbreidingen, monetization en dergelijke dingen. Net over de helft hier. Die textures van die bergen die zien er wel echt ongelooflijk uit. Heel benieuwd naar Playground Studios' volgende project. Ze werken natuurlijk aan een nieuwe Fable. Het is een zeer getalenteerde studio. En ze hebben mij echt verrast en verbaasd met Forza Horizon. Want om heel eerlijk te zijn, ik was al een tijdje uit arcade games. Weet je, de Need for Speed van deze wereld. Ze konden me niet meer bekoren. Een paar jaar terug, 2 jaar terug of zo, kwam daar die remaster uit van Burnout Paradise. Was ik vroeger helemaal lijp van. Nee, was het ook niet meer. En toen kwam in één keer deze op mijn pad. Volgens mij een keertje via een Gamescom sessie, Forza Horizon 4. Ik had de delen daarvoor niet echt gespeeld. En het heeft me eigenlijk sindsdien niet meer losgelaten. We zijn bijna bij het einde. En we staan geen eerste, mijn broertje staat boven me. Gaan we het nog goed maken? Helaas pindakaas. Tweede plaats. Oh, toch eerste. Nou, kijk aan. Wat wil je nog meer? Zet ik de replay aan terwijl ik de afkondiging doe. Dit was een kleine taste van Forza Horizon Rally Adventure. Geen idee hoe lang deze al uit is. Ik heb hem pas nu ontdekt. Ik heb weer een goede excuus om heel wat uurtjes in Forza Horizon 5 te stoppen. Mocht je dus vanavond mee willen doen met ons multiplayer avondje Forza Horizon 5. We zijn vanaf 7 uur live op Twitch.tv/KoosGK. Join onze Discord en zie ik jou wellicht in de Badlands van Forza Horizon 5. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye!